Recording in progress. Namaste. Die kant. Hallo. Dit wat je nu ziet, wat ik met mijn handen aan het doen ben, heb ik geleerd op een... seminar van Rutni Sluis. Nivea handjes. Moet je niet doen, dat leidt af. Sinds ik dat gehoord heb, doe ik vrij regelmatig Nivea handjes. Simpel. Het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Hallo. Ik ben Richie Hillebrand, a.k.a. Oom Richie. De basis waarom ik hier nog op de aarde ben, is om zoveel mogelijk mensen trachten te leren om een klein beetje je koel te houden. Beetje rustig. Niet zo druk in het hoofdje. De kortste en de snelste manier om dat uit te leggen gaat als volgt. Adem rustig kalm in. Adem rustig kalm uit. Zo lang mogelijk. En maak een glimlach. Als je er heel even bij stilstaat, dan is dat het doel van het leven. Als ik die kant op kijk, dan ben ik aan het visualiseren. Als ik die kant op kijk, dan ben ik aan het denken. Als ik naar beneden kijk, dan ben ik iets aan het oplezen. Ik heb 7 minuten, dat is ongeveer de lengte dat Pim Jansen de pitch of het verhaal wil laten zijn, 7 minuten. En ik doe dit nu helemaal in de flow. Het universum helpt mij hierbij, laten we maar zeggen. Ik ga even in kleermakerszit zitten. Ik wil onderzoeken of mijn verhaal wel een verhaal is. En ik wil onderzoeken of mijn verhaal ook misschien wel jouw verhaal zou kunnen worden. 14:14. Elke keer als ik op de klok kijk, dan zie ik dubbele getallen. Dus blijkbaar is het universum bezig. Het universum wat je zou kunnen zien als de mens, als één geheel. Niet alleen 5 zintuigen, ogen, horen, ruiken, proeven en voelen. Zijn dat de 5? En de multizintuigelijke mens. Holistisch gezien. Wanneer je terugkijkt naar het verleden, dan kun je de toekomst al gaan voorspellen. Dus het verhaal is ongeveer, even kort gezegd, je moet de tijd in de gaten houden, want ik heb maar 7 minuten. Het verleden, kan ook die kant zijn, wat je wil. Daarin heb je ervaren hoe jouw leven was.
met alle goede en alle slechte dingen erin. Je bent op dat moment geconditioneerd. Ze hebben jou gemaakt. Het leven heeft jou gemaakt. Wil je een andere toekomst hebben, dan zul je moeten gaan veranderen. En wanneer doe je dat? En hoe doe je dat? We hebben net een stukje over het verleden gehad. Dan hebben we ook een stukje het heden. En daar moet je even stoppen. Want het verleden en de toekomst is voor nu niet belangrijk. Als je op basis van ons verleden als mensheid gaat kijken hoe de toekomst eruit zou kunnen gaan zien, dan zou je kunnen zeggen, dat is gebaseerd op verdeeldheid. En dat is nou juist hetgene wat we niet nodig hebben. Laat dat maar even tot je komen. Ga het er niet uitknippen. Laat het maar even tot je komen. Adem rustig in. Houd even 1, 2, 3 tellen vast en adem dan rustig zo kalm mogelijk uit. En probeer naar je gevoel te gaan. 2, 3 centimeter onder je navel. Focus er maar op. Makkelijker is het als je je ogen even dicht doet. Adem in. Adem uit. Maak een glimlach. Want dit is het gevoel waar we het allemaal voor doen. Je zou kunnen zeggen, het doel van de mensheid is twee woorden. Goed voelen. En als jij begrijpt dat ik dat ook wil, en de buurvrouw, en de buurman, je vader, je moeder, dan wordt de wereld al een stukje mooier. Ik zou hier veel meer mee willen doen, in samenwerking met andere mensen, zoals jij. Zoals jullie. Ik heb hier een bewijs. Hier. Waarop staat dat ik 4 weken geleden een hartaanval heb gehad. Gratis. En voor niks. Daarvoor was mijn conditionering één pakje check van 70 sigaretten per dag. Op een bureaustoel zitten. En tijdens dat we een sigaretje opstaken, het universum vragen, help mij van het roken afkomen. Universum heeft me nu geholpen. Want ik rook nu gewoon 4 weken al niet. Ik heb wel een paar haaltjes tussendoor genomen, maar die waren helemaal niet lekker. Zo zou je kunnen zeggen dat ik op de een of andere manier voor dat probleem een oplossing heb gevonden. De oplossing is sowieso al dat het mijn tijd nog niet was. Het universum heeft mij gewoon teruggestuurd. Dus ik heb nog iets te doen hier op deze aarde. 4 weken geleden heb ik een hartaanval gekregen. Had ik 20 minuten tot 30 minuten langer gewacht, dan had ik nu als een ziel over de aarde
gekeken met het idee: ik ben nou helemaal nog niet klaar hier op aarde. We hebben nog wat te doen als we van verdeeldheid naar eenheid willen gaan. En ik heb er wel een paar ideeën over, maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik andere mensen voor nodig. Nou, laten we eens kijken of dit een verhaal is binnen 7 minuten. Waarom stuur ik het nu naar jou, Pim? Je zou kunnen zeggen, als je goede informatie wil, dan moet je naar de beste gaan. Adem maar even in. Adem maar even uit. Laat dat maar even tot je komen. Buk maar. En voel alsof er iets heel langzaam en lekker naar binnen wordt geschoven. Dus als je informatie wilt, dan wil je goede informatie. En dan ga je naar de beste. Kim? Jij geeft les in presenteren. Storytelling. En mijn vraag nu is: zie jij iets bij deze kerel hier met zijn Maya erbij trui aan en haar niet goed en een gebit wat vernieuwd moet worden en een hartaanval? Ik ben benieuwd of je er wat op kunt zeggen. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar je zou kunnen zeggen: eigenlijk heb ik geen verleden. En ik zie die toekomst eigenlijk heel rooskleurig. Dat wil ik delen met anderen. Ik heb me op een autodidactische manier mezelf een aantal dingen aangeleerd op het gebied van zelfontwikkeling. Veel van jou, Rudy, en nog vele anderen mogen leren. En overal wat stukjes gepakt wat voor mij handig is. En natuurlijk heel veel stukjes heb ik gewoon niet opgepakt wat ik wel opgepakt had moeten hebben. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het opletten dat wat ik bij Rudy altijd een beetje irritant vond. Maar ik merk dat ik dat zelf ook doe. Dan wordt het nog irritanter. Als het goed is, heb ik het nu niet gedaan in deze 7 minuten. Dus ik heb al winst. Als ik een half uurtje langer had gewacht om naar de dokter te gaan, dan had ik dood geweest. Hier in de hersens is een hele vreemde gewaarwording. Als dit een ander had overkomen en ik had moeten vertellen, adviseren, dan had ik daar heel veel over kunnen vertellen. En nu moet ik de talk zelf gaan walken. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Er zijn vele gebieden waarvan ik denk, dat kan beter. En daar heb je het volk voor nodig. De mensheid. De meerderheid. Ik kan me niet voorstellen dat de meerderheid de verdeeldheid wil wat er nu op dit moment heerst op de wereld. Om gelijkgestemde mensen te kunnen krijgen, lijkt me het handigst om eerst eens te gaan verzamelen en dan een hele goede basis of een uitgangspunt neer te zetten. Bijvoorbeeld iets in de trant van: wees het eens dat je het oneens bent met elkaar, maar hou dat doel voor ogen. Bedankt voor het luisteren en het kijken.
Namaste. Oké. Bij Coolblue hebben we de beste smartphone hoesjes voor jou. Vandaag besteld...